Nee, ja, ik zag toevallig die opnames van jou in China, was het, hè? Ja, midi waarschijnlijk. Fuckers, hè? En ik dacht echt, what the fuck, man? Ik dacht, ja, die staat daar gewoon een huge podium voor. Ik weet niet, allemaal. Ja. Viel je niet een beetje lichtelijk flauw, zeg maar, toen je daar in China het podium opliep? Of was het meer van. Ja, van de hitte misschien. Maar het was. Wij kwamen echt. We waren best wel gestresseerd toen we aankwamen. Omdat de Chinese politie liet ons eerst niet door. Dus wij hebben best lang midden op een super druk kruispunt gestaan. Met al onze spullen, al onze gear. En onze tourmanager was mee, thank god, die sprak Chinees, dus die kon dealen met de politie. Maar hij had geen tourpasjes of geen backstage pasjes gekregen. En als je in China gewoon geen pasjes hebt, dan is het echt no go. Dus dat heeft heel lang geduurd en wij zaten maar op die klok te kijken van oh, en het is een uurtje voor de show en we moeten echt wel van tevoren daar zijn, we moeten soundchecken, dit en dat. En ja, uiteindelijk zijn we wel doorgeraakt, maar het was daar zo groot dat onze taxichauffeur die vreed zich nog eventjes op het festival zelf. Dus toen was er nog meer stress, zaten op een of andere Chinese markt uiteindelijk. En dan, toen moesten we helemaal terug. Moeten we hier spelen? Toen zei ik, we zien wel een strand, maar we zien nog geen podium, maar we horen wel een podium. Maar ja, het gaat alle kanten op dat geluid daar, dus toen zijn we helemaal moeten omdraaien door die mensenmassa met die auto rijden. En het was, ja, dus wij waren al best wel opgefokt voordat we het podium opgingen gewoon.